elastische potentiële energie. Nu gaan we eens kijken naar de energie die vervat zit in een veer die uitgerokken is. Of samengedrukt, wat dezelfde redenering volgt. Ik heb hier een veer in rust met deze specifieke lengte, zoals hier aangegeven. En nu ga ik die veer uitrekken. Er komt dus een afstand d bij. Dus de afstand waarover de veer is uitgerokken. Als ik daar de arbeid wil voor berekenen, om dus die erin gestiekerd insteek om die veer uit te trekken, ja, dan moet ik weer de integraal van de kracht nemen. Dus de arbeid is de integraal van de kracht. De kracht hier in dit geval is volgens de wet van Hooke k mal x. We hebben dat al eens een keer berekend in het eerste filmpje over, het tweede filmpje over arbeid. Dus van 0 tot d. 0 onze uitrekking in rust en d onze uitrekking waar dat we de energie van zoeken. Integraal van kx, ja, dat is kx kwadraat gedeeld door 2. Dus k is een constante, ons x stijgt de macht en dan moeten we deel door die macht van 0 tot d. Als we dan d invullen voor onze x, in de eerste keer hebben we k d kwadraat gedeeld door 2, min ondergrens, k maal 0 gedeeld door 2, ja, dat is 0. Dus de arbeid om die veer uit te trekken is gewoon k maal d kwadraat gedeeld door 2. Dan gaan we eens kijken, we hebben ervoor al gezien dat de arbeid eigenlijk het verschil is in energie. De energie op het einde, min de energie in het begin. Dus de arbeid is gelijk aan de hoeveelheid energie die ik erin gestoken heb. Nou, dus het verschil in energie van het voorwerp. Wel, als ik dat dan gebruik, dan heb ik hier de arbeid heb ik juist berekend, k d kwadraat gedeeld door 2, is gelijk als energie op het einde, min de energie in het begin. Maar ja, in rust is de veer niet uitgerokken, dus zit er ook geen energie in. Dus kan ik zeggen, dit is gewoon 0. Met andere woorden, dat de potentiële energie van een veer gewoon gelijk is aan k maal d kwadraat gedeeld door 2. Dat is simpel. Nu gaan we eens even kijken naar twee verschillende toestanden van onze veer. We vertrekken al in een uitgerokken toestand. En we gaan ze verder uittrekken, van een afstand d1 naar een uittrekking d2. Dus, welke arbeid moet ik er nu insteken? Ah, de arbeid is weer het verschil in energie. Eindtoestand min begintoestand. Maar onze begintoestand is nu niet nul. Dus we kunnen even goed vervangen. Dus de arbeid is het verschil van de potentiële energie van de veer. Met andere woorden, de potentiële energie op het einde, toestand van de veer, 2, min de potentiële energie in het begin van de veer, toestand 1. Als ik dan gewoon de formule van potentiële energie invul die ik eruit had, wordt dat k maal d kwadraat gedeeld door 2 voor de tweede veer, min k maal d kwadraat gedeeld door 2 voor de eerste veer. Gewoon uitrekenen en dan weet ik de arbeid die erin gestoken is. Maar dus, laatst eens met een voorbeeld toelichten. Bereken de arbeid om een veer met een veerconstante van 1200 newton per meter uittrekken van 2 meter uitrekking verder naar 5 meter. Wel, eerst de veer in haar begintoestand, met dus 2 meter uitrekking, dus k is 1200, de veerconstante, 2 meter in het kwadraat, gedeeld door 2, volgens de formule, is 2400 joule. Dat is de energie van die veer in de toestand op 2 meter uitrekking. Op 5 meter uitrekking, dezelfde formule, bekom ik 15.000 joule. Hoeveel energie, of hoeveel arbeid, excuseer, heb ik er dus moeten insteken? Ik heb 15.000 min 2400 joule is 12.600 joule arbeid die ik in die veer heb moeten steken om dus die veer van deze energietoestand naar de deze te brengen. Dat was het voor dit stuk.